van de voorzitters van de dialoogtafel binnen de academische werkplaats. In de dialoogtafel komen we bij elkaar met jongeren, eventueel ouders en met professionals, hulpverleners. En kijken we terug naar de zorg die aan de jongeren gegeven is. Dat is heel spannend, dat is heel erg leuk. We merken dat dat niet alleen voor de jongeren spannend is, maar ook voor de professionals is dat toch best wel spannend in het begin. Nou, dan de taak als voorzitter om daar eigenlijk te kijken hoe kunnen we dat ook op een mooie manier met elkaar doen. Het doel is echt leren van elkaar. Hoe kunnen we de jeugdzorg een stukje beter maken? En dat doen we dus eigenlijk door terug te kijken naar de zorg die geleverd is. Wat is daar heel goed gegaan? Wat is daar minder gegaan? En we proberen eigenlijk met elkaar dan te kijken om vanuit onze verschillende posities waarbij we terugkijken de lering te trekken. En aan het eind van de dialoogtafel proberen we dan te komen tot een advies en aanbevelingen. Waarin we eigenlijk ook proberen te kijken van zijn er misschien wel dingen die direct opgelost kunnen worden in deze situatie. Zijn het thema's waar we aanbevelingen op kunnen doen die meer op organisatorisch niveau zitten? Dus dat je met organisaties en partijen kijkt van goh, dit zou anders moeten. Of zit er iets in het systeem wat misschien moet veranderen, waarbij je dan eigenlijk ook je aanbevelingen naar de gemeente kan doen? En ja, op deze manier hopen we eigenlijk de jeugdzorg toekomstbestendig te maken en te verbeteren. Waarom heb je meegedaan aan de dialoogtafel? Nou, de reden dat ik heb meegedaan is omdat ik zelf ook eigenlijk een heel geschiedenis achter de rug heb, een heel achtergrond. Ik heb zelf ook veel in de jeugdzorg gezeten. En ja, daar komt natuurlijk ook in voor dat er toch dingen naar boven komen waar je wat tegenaan loopt en waar je dan niet altijd even mee eens bent met betreft de hulpverleners en zo. En ja, dan vond ik het toch een heel mooie optie om gezamenlijk met elkaar bijeen te mogen komen om echt even je verhaal te vertellen van hoe vond je het gaan tegenover de hulpverleners, hoe heb je het ervaren. En dan kun je ook eens eventjes aan de andere kant horen wat vinden de hulpverleners ervan. Dus dat je echt wel even je verhaal kan vertellen. En hoe heb je dat ervaren? Nou, ik was in het begin wel een beetje zenuwachtig. Want je bent ook benieuwd wie er allemaal zullen komen, wie kunnen er komen. En ja, je neemt het dan wel even op tegen meerdere hulpverleners. Natuurlijk wordt het wel allemaal even zo gecoördineerd en gestructureerd. Maar ja, ik vond het toch wel eerst even spannend. Maar naarmate het je er wat in rolt, heb ik er wel als echt plezierig ervaren. Dus ik heb er wel van genoten. Ik was er wel, ik heb wel een goed gevoel over. Ja. En wat heeft het je opgeleverd? Wat het mij heeft opgeleverd is, ik voel me ook wat opgelucht. Omdat je kunt je verhaal kwijt. Je voelt je er ook wat vrijer in. Je ziet ook echt van de hulpverleners hoe zij erop reageren. En je ziet vooral dat de hulpverleners ook op den duur zeiden van we hadden toch wel wat dingen anders moeten aanpakken bij hem. Want het is gewoon zo, een cliënt die heeft gewoon zijn verhaal en zijn ervaringen. Dus het gaat mij wel echt een positief gevoel, een opluchting en dat je wat vrijer voelt. Dat je voelt je op een gegeven moment meer begrepen en dat er meer naar je werd geluisterd. Dus het is zeker positief. Ik heb voor een dialoogtafel een jongere aangemeld waarvan ik dacht, jongen, daar zijn wel wat knipjes in het hulpverleningsproces geweest. En deze jongere weet goed te verwoorden wat hij daarvan vindt en hoe hij daarover denkt. Dus toen we aan die dialoogtafel zaten, bleek dat ook zo te zijn. En wat zo leuk was, is dat het niet een spelletje modder gooien werd. Maar juist een dialoog over wat had er nou beter gekund. En naar aanleiding daarvan zijn er ook een aantal acties geformuleerd over hoe zouden we dat nou beter kunnen aanpakken in het vervolg. En hopelijk zet dat zoeken zo naar de dijk dat daar ook wat beters mee wordt gedaan in de tijd. Mijn naam is Engeline Reitsma. Ik ben als cliëntvertegenwoordiger verbonden aan de dialoogtafels. Ik neem deel aan de stuurgroep en daarnaast heb ik een aantal dialoogtafels voorbereid, samen met cliënten. Het mooie aan de dialoogtafels is dat het een gesprek teweeg brengt van mens tot mens.
Cliënten bereiden zich goed voor op het gesprek, op de vragen die bij hun leven, waar ze graag antwoorden op willen, die ze graag willen inbrengen in de dialoogtafel. En daarvan selecteren we een aantal punten en die komen vervolgens in de dialoogtafel aan bod. Het mooie is dat cliënten willen vaak graag ook bijdragen aan de zorg. Ze willen iets brengen, iets waarvan ze zelf geleerd hebben, waarvan ze zeggen van nou, zo kunnen we met elkaar de zorg beter maken. Dat geldt ook voor professionals en daardoor komen er hele andere gesprekken op gang. En ik vind het heel erg mooi om daaraan bij te dragen, om dat te zien ontstaan. Wat ik zelf daar het hele mooie in vind, is van dat je hier echt ook gaat luisteren naar de jongeren. Hoe heeft die het ervaren? Want dat is wel een grote ervaring. De zorg, die zorgt heel graag, maar het is ook heel erg belangrijk dat we kijken van doen we wel de goede dingen. En nou, als dat op tafel komt en we kunnen daar de lering uit trekken, vind ik dat altijd een heel mooi resultaat. En dat we dan ook kunnen kijken van, goh, hoe kunnen we dat in nieuwe situaties anders doen?